doen. Ja, doe maar alleen. Ja. Proost. Ja. Hebben jullie ooit met hetzelfde geslacht gezoend? Oh my god. Wat is het ergste wat je dronken hebt gedaan? Bij mij. Oh. Zo. Lekker. Nee. Heb je die gedaan? Nee. Maar dat is echt totaal niet. Hoe oud waren jullie toen jullie ontmaagd werden? Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik met mijn zussen. Ah. Wil geen kus maar geven? Nee, wil geen kus maar geven, want het is corona time. Maar ja, we kijken, we zitten nu niet 1,5 meter van elkaar vandaan, maar ja, we zijn toch zo vaak samen. Ja, we zijn al vanaf, vanaf het begin zijn we al met elkaar. Dus. Ja, en we gaan niet met anderen om. En nee. we wonen toch zo naast elkaar, dus we gaan elkaar toch wel zien. Klopt. Maar, zoals jullie... Oh nee, dat ga ik zo meteen doen. Bo en Isabel hebben net de McDonald's opgehaald. Dus ik zal nu een paar beelden laten zien. Oké, nou. Joehoe! Hallo! Wij gaan met Sarah gaan we een McDonald's McBang opnemen. Maar Sarah is alles aan het klaarzetten. Wij gaan alvast lekker het eten halen. We gaan... Oh ja, en we doen een Q&A erbij. Ik ben vanwege coronavirus doen ze volgens mij met zo'n stok, zei je toch? Ja, klopt. Ik vind het helemaal top. Ik hoop dat ze 100 handschoentjes over elkaar aan hebben. Daar wij zijn al de hele tijd met coronavirus zijn we met z'n drieën geweest. Ja. Dus wij blijven wel gewoon met z'n drieën, maar we spreken met niemand anders af. Nee. Ik zou het ook echt niet doen voor de mensen die het wel willen doen. Gewoon echt niet doen. Nee, want anders dus... kunnen we allemaal straks niet op vakantie. Nee, weet je, blijf nu gewoon thuis en dan... Het is straks alles eerder voorbij en dan dat je alles weer uit gaat stellen. Ja, nou het wordt op zo'n tafeltje neergelegd volgens mij. Nou, ik vind het helemaal best. Oh. Is het... Is het zwaar? Ja. Dan wil je niet filmen. Nee, misschien wil ik niet. Hebben jullie ook gezegd wat we besteld hebben? Nee. Oké, dat gaan we dus niet laten zien. We hebben een milkshake dus en we hebben de hele tas vol. We hebben echt heel veel besteld. Oké. Mijn haar is zo strak, ik moet het aan de staart doen. Ja, ik ook aan het leden. Ja. Oké, een Mac kroket. 9 kipnuggets. En Mac wrap. Een Big Mac. Chili chicken. Allemaal eigen frietsaus. Friet. En een Mac chicken. Oh, lekker. En dat was het? Ja. heb je geen saus voor de kinderen? Jawel. We gaan van elkaars burgers eten. Want we zijn toch 24/7 samen. We zijn gewoon een soort van hetzelfde huishouden eigenlijk. Want ik denk weet je, als één iemand krijgt, dan krijg je liever samen. Ja. Vragen gaan we dus even geven. Ja. Vragen. Leg het allemaal over, dat is zo leuk. Ja. Oh, die wrap lijkt me ook lekker. Ja, die ziet er... Volgens mij is dat een nieuwe, of niet? Ja. Met honing, jawel. Want hij zei, er zit geen kool bij. Wat is kool? Oh, nou, doe maar zonder kool dan. Wat hij is kool? Nee, ik zei van, ik wil Mac wrap, zegt hij. Wacht, zullen we alsjeblieft even een hand nemen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Ik heb hem even op het cheers. Proost. Ja. Ik wil eigenlijk meer frietsaus moeten meenemen. Ja? Nou. Oké. Wat is het leukste dat je met elkaar hebt meegemaakt? Deze vraag krijg je altijd. Ja? Ja. Ja. Waar je ook het leukste? Vakantie? Nee, niet leukste. Er is geen... Onze windsport. Nee, we hebben geen leuke dingen. Maar toen hadden we wel we hebben geen leuke dingen. Dat we zeg maar echt... Nee, maar als... Ja. Als we het doen is leuk. Ik denk dat het leukste gaat nog komen dat we naar mensen die op vakantie gaan. Maar we zijn er niet echt met z'n drie, echt zo met z'n drie op vakantie gegaan. Nee. Maar het leukste herinneringen is gewoon van vroeger altijd. Dat we altijd elke dag samen waren. Ja. En... Maar het was nog steeds zo. Ja. Vandaag is het zeg maar, we hebben niet echt een leuke herinnering. Alles is een leuke herinnering. Ja. Er is niet één ding wat het beste is, want we hebben heel veel beste dingen meegemaakt. Ik wil even een McDonald's. Ja. Nou, dat is goed. Inderdaad. Oké. Okay. Dus PS, jullie zijn zo knap. Oké, en dan zegt iemand, hebben jullie ooit met hetzelfde geslacht gezoend? Zo vaak. We hebben zo vaak met elkaar gezoend. Maar ook gewoon met anderen. Ja. Maar ja. Ja.
Zo okay, mooi is het gebeurd. Hoe kijken jullie terug op de pizza mukbang? Oh my god. Toen deden we eigenlijk al een soort mukbang, maar dat bestond eigenlijk nog helemaal niet toen. We hadden een pizza challenge gemaakt. Ja, pizza challenge. En dan moesten we zoveel mogelijk pizza's eten. Dat was eigenlijk een soort mukbang. Eigenlijk een soort mukbang, ja. Die was ook heel vaak bekeken, maar die heb ik wel offline. Wel even. Oké, ik ga Big Mac. Die ziet wel goed uit. Ik heb mijn kroket. Ik ga aan de Mac Wrap beginnen. Oh, hier zit dus helemaal niks in. Nou, schoon dat er al. Ja. Heb je wel de goede kant ook gemaakt? Nee, niet de goede kant. Maar ik bedoel, ja. Wat is het ergste wat je dronken hebt gedaan? Zo, wat niets. Bij mij. Nou, ik denk gewoon... Dat wij Sarah nou, achter hebben gelaten in Amsterdam. Ja. Of bijvoorbeeld dat wij, Isabel, een filmpje in mijn set verhaal had gezet van een... Oh! We hebben met dezelfde mensen gezoend. Ik ben echt degene van naam genoemd. Ja, het ergste afgelopen tijd dat we ruzie hadden, omdat ze mij hebben achtergelaten in Amsterdam. Ja, maar dan, dan kan je ook zeggen, ja, jij hebt ons gewoon genegeerd alsof wij niemand van jou waren. Nou, ja. Hey, als er eten bij iemand is, je moet wel even zeggen. Nou, dat is echt... Ja. Ik heb het echt niet gezien. Nee, echt niet. Dat kan je niet zien. Ik was zo boos op jou. Ja, sorry. Dat en de vorige mukbang zit er heel de tijd vreed hier onder mijn lip en Isabel zegt het gewoon niet. Nee, ik had het echt niet gezien. Fuck me. Mag ik weer de volgende? Maar ik ken hem al, maar ik heb gewoon zin. Zorgen. De saus. Ik moet even met jullie chicken. Van het hebben we veel meer besteld, Isabel. Even denken. We wilden nog een euroknaller, maar die hebben we niet gedaan. Hoe oud waren jullie toen jullie ontmaagd werden? Nee, dat ga ik echt niet zeggen. Ik was 17. Ik was 15. Nee, kom maar. Nee, ik weet zeggen. Nee, ik was 15 volgens mij. Ik zat in de derde. Hoeveel jongens hebben jullie gezoend? Nou, dat weet ik niet. 20? Meer. 20? Ja, dat is echt weinig. Veel meer, ja. Veel meer. Nee. Eén weekend dat 20. Nou. Dat zou ik echt niet weten. Nou, ik kan me hier nooit bijhouden ook. Ik hou echt niet van. Wie is de grootste player van jullie? Ze zijn allemaal niet echt players. Nee. Vroeger waren we hetzelfde en ik heb nu een vriend, maar jullie zijn ook geen players. Nee. Helemaal niet. Chili chicken. Mac chicken. We zitten gewoon tijdens de coronatijd van elkaar te praten. Ja, en gisteren was nog een persconferentie. Heel de merk tekort gewoon, joh. Nee. Nou, ik echt niet. Nee. Waar heb je het meeste spijt van? Nergens. Nou, zit. Ik heb altijd van een beetje dingen gebeuren van een reden. Nou, Eindelijk is het kut, maar je hebt er zoveel van geleerd. Misschien mis het tussen je ouders of zo. Nee. Want als het niet geloofd is mijn ouders, dan had ik dat nooit allemaal meegemaakt. Ja. Dan moest ik thuis zitten. Nee, vind ik een tegenvaller. Ja? Ja. Nou, er zit er geen kool en zo in. Nou, jullie willen geen kool. Nee, het was er niet. Hij zei, je hebt Mac Wrap op, want we hebben geen kool. Dus zo saai en kaal. Ja, dat is natuurlijk niet. Maar, hij zei, er is geen kool. Weet je wat ik heel vaak zie? Dat mensen hun friet in een milkshake douwen. Godverdomme. Dat is echt kotsen. Ja, ik wil dat echt proeven. Ik heb dat nog nooit gegeten. Maar dat zie je toch altijd? Hij is anders. Ja. Ja, hij is heel vies. Nou, heel vies. Nou, hij is gewoon raar. Deze lekker saar? Ja. Je zult nooit op volgens mij. Nee, dit lijkt me nee. Nou. Zo nergens op dit. Hoeft niet saus. Dan proef je eerst milkshake en dan proef je fruit. Dit is ook niet bijzonder of zo. Nee. Maar bij de McCat nog lekker. Oh, ik heb nog een McCat. Is dat deze? Ja. Ik wil die ook wel proeven. Nou, dit is ook gewoon... Okay. Zal ik wel op deze? Ja, lekker. Ik doe een nieuwe vraag. Ja. Ik vind het leuk. Maar hoe kijken we terug op die video met de pizza? Ik heb daar zo... Daar heb ik spijt van. Ja, ik wat niet. Een rare kutvideo. Nee, weet je hoeveel views hebben we gekregen? Nou, dat is zo'n rare video. Dat is ook anders normaal. Maar, het is een uitgebreid. Het is allemaal koud. Het is een haar in. Ik hoop dat het van mij is. Maar...
Dat was zo'n raar video. En toen ging jij bellen dat je zwanger was. Nee. Mijn moeder. Ik ook. Nou, jouw moeder vond het echt heel leuk. Mijn moeder was echt leuk. Nee. Denk je dat het komt? Dat was toen die tijd dat we met heel veel naar jongens gingen. Naar jongens in Alfa gingen. En toen was mijn moeder al een beetje bezorgd van mij. En toen vond ik ook nog dat ik zwanger was. Nou, lijken. Ja. Jij dacht echt. Ik was 15 of zo. Ik ga het vertellen. Wat voor kind ben je? En wat zei jouw moeder dan iets? Nou. Jouw moeder geloofde niet. Mijn moeder wist wel grappig. Ja. Nou. Wat is dit? Chili chicken. Bonen, joh. Oké, volgende vraag. Ja. Lekker. Ja. Maar deze video is zo vaak aangevraagd. Doe een mukbang met Isabella en Bo. Jongens, waar is die dan? Wie vond nog mijn koket? Nee. Even. Zou ik de helft één helft en de andere helft? Nee, ik loop door. Oké. Okay. Ik ga stuk. Maar wat is eigenlijk een juicy vraag? Van, wat is jullie beste standje? Nou, wat is het? Nou, het ligt aan de wind. Nou. Isabel. Wat? Ik ga niet stukken mee. Je hebt een beetje water bij mij. Oh, ik ga het heel gemakkelijk. Ja. Maar echt. Thanks, babe. Oh, stuur. Hij zit hier echt. We hebben gewoon binnen 10 minuten allemaal weggewerkt. Dat is echt bizar. Hoe kan dat nou weer? Hoe duur was het eigenlijk? 30. Precies allemaal tientje in de maand. Oh, dat is perfect. Ja. Het was druk. Ja. Alfa was bomvol. Mensen weer buiten. Niemand had de auto. De zaak was politie. Nee, niemand neemt het serieus. Ik vind dat echt raar. Zwaar? Het was gewoon nog drukker dan normaal. Iedereen ja, omdat iedereen vrij is. Ja, maar het kan niet. Nee, het kan echt niet. Hier zit heel veel sla op. Ja, maar ook een beetje raar. Oh, lekker. Godver, lekker. Gaat lekker. Mensen, ik was ook op het begin best wel, ah joh, dat krijg je toch niet. We gaan gewoon even, of met z'n allen even wat drinken. Maar vanaf nu gaan we echt met niemand meer afspreken, behalve ons drie. Ja, maar jij is Dylan en Dylan ziet al die gasten weer even Dylan gaat kan. Ja, maar ja, maar dan ga ik ook niet meer met, ja. Ja, ja dan ga je niet meer met Dylan. Dan ga je niet meer met jou. Nee. Ja. Ja. Ho. Nee, maar we hadden meer kipnuggets moeten doen. Dit zit niet zo lekker als ik denk dat het beste is als we iets doen dat Dylan gewoon met ons meegaat. Ja, maar dat wil hij niet. Nou, hij heeft tegen mij gezegd, zaterdag gaan we echt niks doen. Nou, ik ga wel wat doen. Nou, we kunnen toch met z'n vrienden wat doen? Nou, met jullie. Ja, maar wat gaan we doen? Nou, die drunk make-up challenge of zo. Oh my god, dat is zo goed. Ja, dat gaan we doen. Die werd ook heel erg gevraagd. Ik wil zaterdag gaan met mij. Dat was echt mooi geweest. Ja, ik wil zullen we die wijn drinken of die wijn halen of zo. Nee, maar we gaan dus een drunk Q&A doen nog. Nee, drunk elkaar opmaken. Je hebt ook dat je. Wil je jezelf toch opmaken gewoon? Nee, je hebt zeg maar drunk versus. Soms. Ja, maar dat gaan we niet doen met de camera. Nee. Dat is hilarisch. Jongen, dit valt helemaal uit elkaar. Ja. Ik dacht echt dat we te veel hadden, wist je dat? Maar het is gewoon opgegaan. Maar hoeveel burgers hadden we? We hadden 5 burgers en 1 wrap. Ja, dat is echt 2 burgers per persoon. Ja. En een kipnugget. En ik zit gewoon nog niet vol. Ik ook niet. Ik ook niet. Piep, piep, piep bedoel ik. Maar ik hou ervan als mensen lekker door eten. Ik vind het zo irritant als je een mukken opneemt. En mensen dan nemen één hap. Ja, en dan gaan ze heel lang praten. Dan gaan ze nee. En dan nemen ze nog één hap van een kipnugget. Nee, vooral als al die sushi ervoor ligt, dan kan je dat niet. Ja, denk ik van, eet het op. Ja, het is lekker als het opgaat. Ik heb zoveel zin in een ijsje. We kunnen toch ook gewoon naar de spar van ijsje halen straks? Zorg je een soft ijsje? Nee, met flurry gewoon. Ja. Nee, dat is niet lekker waterijs. Godver. Eeuw. Ja, soft ijs word ik echt misselijk van. Hierover. Ik heb één sok genomen en even niet te beren. Ik hou meer van bananen of van nieuwjaar. Oh nee. Nee. Banaan is echt vies. Hoe kan mijn vriend een goede YouTuber worden? Huh? Dat is echt cheered. Dat zei je vorige keer ook al. Dan hebben ze het over Wes of zo, maar. Maar die heb ik er niet in gedaan uiteindelijk die vraag. Nee, ik heb ze met elkaar gevallen. Hoe kan mijn vriend een goede YouTuber worden? Nou, gewoon cool doen.
Nou, gewoon jezelf zijn. Ja, en het je wordt niet opeens groot. Ik bedoel, wij hebben er ook hartstikke lang over moeten doen. Ja, tenzij je... Wat is er? Nee, ik weet zit er weer saus? Nee. Maar mij wel. Waar? De hele tijd al. Waar dan? Ik heb het expres niet gezegd. Waar? Nee, grapje. Ja. Oh nee, dat ging ik niet. Ah, ladies. Zo. Maar hun zijn zo mijn zussen. Ja, zeg maar. We zijn echt alleen maar met elkaar. Ja, maar echt. Maar ook, we kunnen er met niemand anders zijn. Nee, dat is ook niet leuk. Sarah is zo slecht dat in hetzelfde liedje doen. Ja, gisteren. Omdat ik alleen maar het hoesten en de niezen. Maar ja. Dat is echt niet van me. Wat hebben jullie veel patat? Dus maak ik het echt in mijn eentje. Ja, ik heb geen patat wel. Ik wel, maar ik heb jullie pas in mijn eentje. Koud en... Ja, zo taaierig. Nou, dat is gewoon lekker met saus. Oh, mensen gaan sowieso zeggen, wat zeuren jullie veel? Ja, dan moet je helemaal niet uitknippen dan. Nou, wij zeuren veel, maar we doen heel overdreven. Dat is het gewoon. Ja. Wij zijn echt heel zomaar overdreven. Dus dan zijn we met vrienden en hebben we voor ons gevoel een kleine discussie. Nou, gewoon alleen elkaar met je uitleggen. Lopen een beetje te katten. En dan denken die jongens, of die vrienden, denken dan echt, nou, die gaan elkaar nooit meer aankijken. Ja, maar... En dan 1 minuut later samen lachen. Voor mij is het niet serieus. Nee. Toen was ik nog bij Bo, met Raymond en zo. Ja. Die dacht echt dat wij echt dat ik naar huis ging. Buiten. Ja. Nou, het dus zo. Dat echt, was het nee, niks. Ik kan me niet eens herinneren dat wij überhaupt. Nee. Hadden. Ik kan ook niet meer voorstellen waar ik over ging. We hebben 10 minuten over en dan ben ik weg. Zo Afrit haalt het erin. Dat is een misschien. 500 mensen heb ik ook nog maar gezien. Nee. Heb je die gedaan? Nee. Nee, maar in het klein in zwart-wit. Ja, maar jij lijkt een god en wij lijken echt wit. Totaal niet! Bedekt. Zie je gewoon, het wijn. Huh? Nee, het is zwart-wit. Maar kijk maar naar mijn hoofd. We wel raar wit wij zijn. Ja, ik toch nee, ook. Het gaat niet om wit, het gaat om de vorm van mijn hoofd. Nou. Dat is ook zo'n neus, hè. Ja, maar wat moest ik... Ik dacht, ik doe een klein zwart-wit, dan zie je niet. Mensen kijken daar niet eens naar. Godverdamme. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. We hebben alles aardig snel opgegeten. Ja. Maar zo zijn we gewoon. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En Isabel en Bo natuurlijk ook. Ja, dat klopt. En ja, dan een blij duimpje omhoog te geven natuurlijk. Als je nog een video wil zien met Isabel en Bo. En dan gaan we dat regelen. Joehoe. En natuurlijk vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Doei.